Goedendag allemaal. In de maand augustus hebben we heel veel mooie producten, maar het is ook echt een bonenmaand. In de maand augustus is er heel veel aanbod van mooie Nederlandse bonen. Dus naast de Nederlandse speciebonen zijn er ook heel veel andere soorten bonen aanwezig. Ik heb er vandaag een paar voor u uitgezocht, want er is heel veel keuze. De boterbonen, de paarse speciebonen en de gele botersnijbonen. Dus echt volop keus en het is nu seizoen. Verse hazelnootjes, echt voor de liefhebber. Dus niet gedroogd, maar echt vers van de boom. Deze komen uit België en het is nu echt de tijd. Verse hazelnootjes. Zachtjes aan gaan we eind augustus naar een mooi paddenstoelenseizoen. Afhankelijk van de natuur, van de vochtigheid en de warmte in de bossen, maar de diversiteit en het aanbod in paddenstoelen zal alleen maar groter worden. Maar wat ik u vandaag echt wil laten zien, is het fantastische aanbod van verse truffels. Natuurlijk hebben we de Spaanse zomertruffel voor een hele mooie prijs, maar we hebben ook Tasmaanse wintertruffel. In Tasmanië is het seizoen precies omgekeerd als wat we hebben in Europa. Dus daar hebben we de wintertruffel. En als u ziet, heel mooi donker, supergeurig en de smaak is echt fantastisch.